Nadine Peng, gefeliciteerd met je 10e Nederlandse kampioenschap. Dank je wel. Ging het weer zo soepel als het vaak gegaan? Nee, absoluut niet. Maar ik vind het wel goed. Jouw te even heel leuk. En Petra, ja, was altijd heel lange tijd de half achter. Dan moest ik steeds risico nemen. En nog harder aan denken. En, nou, dat was wel. Het ging bijna fout gisteren. Mm-hmm. Wat was er precies gaan dan gisteren in die partij? Nou, opening was goed. Ik heb een heel scherp opening gedaan en pion geofferd. Maar toen het was eigenlijk goed. Ja, toen die dame F4 deed, eigenlijk verkeerd. En mijn paard kon op de D3 blokkeren. Dan heb ik heel goede positie. En dan zeker, ja, dit lopen op A7 is dodelijk. Maar een moment los controle, ja, om de A6 te pakken, dat was helemaal fout. En zij had de herhaling gedaan, maar natuurlijk wilde ik winnen. Natuurlijk, dan had ik doorgegaan, maar er was niet zeker meer wat te doen. Dat gewoon heel ingewikkeld. Maar dat is niet dat zij stond goed of zo, maar later, ja, gewoon tijdnood, beide los controle, weet je, zo. En zo gebeurt eigenlijk. Opening was goed voor mij. Oké. Okay. Ja. Maar toch weer een geweldige score van volgens mij 8 en 9. Ja, 2 remise. Ja. Ja. En je 10e titel, is dat nog iets? Je hebt het record van Fanny Heemskerk nu geëvenaard. Ja. Is dat belangrijk voor je? Nou, niet heel belangrijk, maar dat is gewoon oké. Okay. Als je zoveel keren al gedaan, maar ja, doe nog maar om de record te halen. Ja, ik heb 9 keer ook achter elkaar, dus zij was 7 keer achter elkaar, denk ik. Zo, dus, en dan misschien nog 1 keer, dan heb je helemaal record. Ja. En dan? Dan ga je stoppen, of? Nou, ik weet niet, nou, het is niet, is het nog dat is niet heel interessant voor mij eigenlijk, NK. Maar om de KNSB, die federatie helpt ook heel veel voor mijn EK en WK, voor de coaching, ja, coaching zoeken. En dan, ja, dat is gewoon een pakket, ook een beetje, ja, ik word geholpen. En dan, ik moet mijn verplichting ook een beetje doen, ik vind zo. Nou, verder, maar ik zie wel meisjes, ze spelen wel beter dan verwacht. En speciaal die Anna Haast. En ja, ik voel die krachten toen ik tegen haar speelde. En ik voel haar krachten. Niet alleen maar tactiek goed, maar ook andere dingen. En ja, ik voel, ja, zij is best kan je. Ik denk. En verder, ja, die Monique en, speelt nog matig, maar die kan wel goed verbeteren. Zo, ja, ik hoop gewoon meer aandacht wordt besteed aan de meisjes. En ze zien goed uit, ze komen aan. Ze komen eraan. Oké. Ja. Dankjewel. Oké, graag gedaan.